er komt toch gas in Steenbrugge. De Deventer gemeenteraad besloot afgelopen woensdag om 130 woningen in de nieuw te bouwen wijk Steenbrugge toch van een gasaansluiting te voorzien. De gemeenteraad is gezwicht voor de druk van woonbedrijf Iedereen. Met steun van alle linkse partijen plus de VVD besloot een krappe meerderheid om voor het woonbedrijf een gasnet te laten realiseren om 130 sociale huurwoningen in de winter met een cv van warm water te laten voorzien. Het besluit om de wijk Steenbrugge toch niet gasloos te bouwen is een doorn in het oog van onder andere D66 en de ChristenUnie.